De kleinkinderen van opa Henk gaan bij hem op bezoek in het bejaardentehuis. Nou, ik hoop wel dat opa weer een leuke verhaal heeft. Ja, ik vind opa. Nou, ik ben benieuwd. Opa nieuwe verhalen heeft. Ah, de kleinkinderen van opa Henk. En wat komen jullie vandaag doen? We komen onze opa bezoeken. Nou, dat is gezellig. Ik laat jullie even binnen. Hallo opa Henk, uw kleinkinderen zijn er. Echt waar? Dan komt een krasse sfeer aan. Op de kamer van opa Henk viel het breiwerk meteen op. Hé opa, van wie is dat breiwerkje? Heeft hij een vrouw leren kennen die aan het breien is? Nee, dit is een ander project waar ik mee bezig ben. Volgens mij heeft opa een vriendin. Volgens mij ook. Kunt u het verhaal nog verder vertellen van vorige week? Welk verhaal was dat ook alweer? Toen vertelde u dat u als zonderling was gelegd. Oh ja, dat klopt. Aan het eind van de oorlog. Weet je het zeker, schat, dat we onze lieve Henk hier achter moeten laten? Maar lieverd, we hebben helemaal geen geld om voor Henk te zorgen. Nou, oké dan. Gelukkig was er een groep kinderen die mij toen had gevonden. Een groep kinderen? Ja, dat was de klas uit de kleine akkers of zo. Ik ben zo blij dat de Tweede Wereldoorlog voorbij is. Ja! Hé, wat zie ik daar nou liggen? Ja, het lijkt op een of ander mandje of zo. Laten we kijken. Ja! Schat, een babytje. Oh. Wat moeten we daar nou mee doen? Misschien hier aankloppen bij de kerk. Ja, dat is een goed idee. Wat is dat voor een lawaai? Wat is hier aan de hand? We hebben een babytje gevonden. Echt waar? Die is dan hier vast de vondeling gelegd. Kan die hier blijven? Ja, natuurlijk. Die mag hier best blijven. Gaan jullie even aan de kant, dan kan ik de kerk openen. Als ik jou zie, Kees, moet ik zo aan zelf denken toen ik klein was. Opa, dus ik lijk op jou, maar dan vroeger. Ja, inderdaad, als 2 druppels water. Dus ik groeide en ik leek dus ook een beetje op Kees. Ik had gelukkig wel een aantal vriendjes en vriendinnetjes natuurlijk. Die lijken een beetje op jullie eigenlijk. Ik had het soms wel eens moeilijk en niet naar mijn zin. Op een dag liep ik met mijn vriendjes buiten toen er opeens een voetbal op het terrein opkwam. Lichtbal! Zullen we daarmee gaan spelen? Een echte voetbal, die hadden we nog nooit gezien. Ja! En we begonnen ermee te spelen. Hoewel ik nog nooit had gevoetbald, bleek wel dat ik gelijk een klik had met de bal. De man van wie de voetbal was, kwam later het terrein oplopen en zag dat ook. Vinden jullie die bal leuk? Ja! Leuk! Willen jullie die bal hebben? Ja! We waren zo blij. En hij vertelde dat hij nog een verrassing voor ons had. Ik ga ervoor zorgen dat jullie zondag opgehaald worden met een echte bus om naar de kampioenswedstrijd van Willem II te gaan. Ja! Toen hij wegliep, zei hij nog tegen mij: jij hebt echt talent, jongmannetje. Later werden we met een bus opgehaald en naar een wedstrijd van Willem II gebracht, die toen landskampioen werd. Jij hebt gescoord! Geef je wel een pet! Het was daar, in dat stadion, dat opa Henk besloot om profvoetballer te worden. Bent u profvoetballer geweest? Ja, want die man was namelijk trainer bij Willem II. Opa, is dat echt waar? Ja, en met het kleine gevaar had hij mij enorm geholpen. Het bezoek zat er weer op en ze hadden weer een mooi sterk verhaal gehoord van opa. Later, toen de kleinkinderen thuis zaten, zagen ze opeens iets op het internet verschijnen. Kijk wat ik nu zie. Dat is gewoon Jan Dino, die heeft het over opa. Nou, lieve mensen, ik wil met deze clip toch even extra aandacht vragen. Ik had gisteren opa Henk met mij op de bank. En hij is een oud-profvoetballer. Heeft ruim 250 wedstrijden gespeeld voor Willem II. En hij is met een hele bijzondere actie bezig. Kijk, ik laat jullie wat zien. Als kind heb ik het niet makkelijk gehad zonder ouders. Maar het was in 1955 klein gebaar van een voetbaltrainer die mijn leven heeft veranderd. En waardoor ik dus voetballer ben geworden. En van mijn leven wat moois heb gemaakt. Helaas hebben we na zoveel jaar nog steeds kinderen die het niet makkelijk hebben. En als oude voetballer dacht ik aan de trouwe echte supporters. En ik dacht, ik breng speciaal. Zodat we allemaal supporters worden van de speciale kwetsbare kinderen in Nederland. Helpt u ook mee? Oké, stop maar eventjes. Ja. Ah, de kinderen. Nou. Weet je wat dit is? Nee, dat is een ouder. Nee, niet een ander. Ja. Ander, ja? Een ander. Wat moet ik zeggen? Nee? Daar hebben ze onze vlinder gelegd. De vlinder gelegd. Eén actie. En met dat kleine gebaar had hij mij enorm gevoel. Goh. Ja, nog een keertje. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. En waardoor ik dus voetballer ben geworden. En als oude voetballer dacht ik aan de trouwe echte supporters. Die auto voorbij is. Moet ik ook naar wijzen? Hé, ik hoor een of ander gehuil. Stop maar, die auto die komt vandaan. Doe hem nog een keer. Allemaal hè, ook achterin. Ja, we hebben hem.